Peter en Nabil. Oh. Ja. Oh my god. En het spel heet Jij bent als. Ja. Dank je. Nou zoek ik twee voorwerpen. Laten we even beginnen bij iets wat je in de tuin gebruikt. Een heggenschaar, ja. En een voorwerp dat je voor 5 euro kunt kopen. Een heggenschaar. Hoe? No. Zijn iemand een lumpia? Een lumpia. Lumpia. Oké, Peter. Jij gaat in jouw oude gebruiken een heggenschaar. Oh, Nabil, gelukkig. Voor jou is de lumpia. De lumpia. Dit wordt de ode voor Evi. Ja? Jij bent als genieter van Evi. Ja, ja. Zit klaar. Oké, hit it, Ryan. Ja. Yeah. 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 Ja, sorry, die lumpia was iets te zwaar. Ben je klaar? Oh. Oh, Evi, nou zit je daar en ik denk, ik zeg het maar. Je bent geknipt voor mij als een heggenschaar. Oh, oh Evi. Maar dat is jammer. Je bent een hele mooie meis. Want het is mijn vrouw. Ik wil met jou naar Londen en vanavond naar Parijs. Kies niet voor hem met zijn slappe heggenschaar. Maar kies voor deze mokroboy, want hij heeft een grotere lumpia. Lumpia, lumpia. Yeah, yeah. Evi, chaque jour de l'amour. Entre Pompidou, banlieue. Croque monsieur et Depardieu, une petite peu de fumée, peut-être Chantal Jansen, die hoort niet in het lied. Sorry. Kies niet voor hem, want kijk naar hem, zijn haar is helemaal droog. Hij gebruikt nooit een kam. En een heggenschaar. Nee, zijn kapsel die lijkt een beetje op Parijs, maar naar een bezoek van Abdelslam. Hey, dus kies voor mij, beste Evi. Jij hoort bij mij. Als wij samen zijn met z'n tweeën, dan is de wereld voor jou. Oh, Evi. Iedereen. Oh, Evi. Oh, oh, Evi. Oh, Evi. Yeah, yeah. Ja, ik weet niet waarom die jongen zo aan het prijken is. En ik zie ook toch een andere gelijkenis. Dus ik denk, Evi, je bent bij mij wat veiliger. En voor mij ben je ook wat heiliger. Ah, super gay. Oh my God.